We zijn in Berlijn op de IFA en we staan hier bij TomTom. En TomTom heeft de TomTom Vio geïntroduceerd. En dat is een navigatiesysteem speciaal voor motorscooters. Het aardige is dat je hem kunt bevestigen net onder de spiegel van je scooter. Hij is waterbestendig, dus je kunt er ook mee door de regen rijden. En wat leuk is dat je hem dus ook nog kan bedienen terwijl je, zeg maar, je handschoenen aan hebt. TomTom Vio werkt heel eenvoudig. Je hebt een app nodig op je smartphone. Daarin voer je de route in en dan krijg je bestemming te zien. En vervolgens spiegelt hij eigenlijk wat je op je scherm ziet op het schermpje van de Vio zelf. En die informatie zet hij door via Bluetooth. Op het schermpje zelf kun je eigenlijk niet zo heel erg veel. Het enige wat je kan doen via het aanraakscherm is een recente bestemming kiezen en daar naartoe navigeren. Nou, tijdens het rijden krijg je een aantal meldingen te zien. Je ziet of er flitsers in de buurt zijn. En als je te hard rijdt, dan wordt het schermpje wordt rood. Ook kun je zien of je gebeld wordt. Het telefoontje zelf kun je aannemen als je een Bluetooth headset hebt. En het handige daarvan is dat je ook gesproken navigatie te horen krijgt. TomTom Vio maakt gebruik van kaarten voor navigatie voor auto's en motoren. Hij is ook echt eigenlijk alleen geschikt voor motorscooters, voor brommers en bromscooters. Daarvoor kun je hem niet goed voor gebruiken en ook niet voor fietsers. Nou, de TomTom Vio is een leuke nieuwe ontwikkeling bij de navigatiesystemen, waar op zich niet zo heel erg veel gebeurt. Het is wel zo dat het een apparaatje is dat bestemd is voor een kleine doelgroep. Namelijk voor mensen met een motorscooter. Als je een motor hebt, dan zul je denk ik eerder kiezen voor een navigatiesysteem voor een motor. Op de fiets is die dus ook niet te gebruiken. En het zou wel erg leuk zijn als we dat de komende tijd nog zouden zien. Een vergelijkbaar navigatiesysteem voor op de fiets. Nou, de TomTom Vio kost €170 en hij is in 6 verschillende kleuren verkrijgbaar. En je kunt hem nu al kopen.